Beste kijkers, welkom terug. Vandaag zijn we in Amsterdam bij de Glory 92 persconferentie en bij de loting van het achtmaals toernooi Alweer van Glory. We gaan zo meteen spreken met de vechters. We gaan iets moois van maken. Let's go! Figgy, je bent de enige persoon die zo netjes gekleed is. Ja, zeker weten. Waar kwam die motivatie vandaan om jezelf zo netjes om te kleden? Ja, we moeten een statement maken. Weet je, het is vechtsport. Meestal komen ze allemaal op de badslippers en in een trainingspakkie. Maar wij komen gewoon mooi in pak om het een statement maken. Hoe belangrijk is het voor een vechter om alles op een professionele manier te doen? Dus netjes eruit zien, sociale media onderhouden. Wat vind jij daarvan? Ik denk dat dat heel belangrijk is, want zo bouw je jezelf, zo kun je ook de juiste partijen krijgen. Ik denk als jij een hele saaie vechter bent die constant naar beneden kijkt en geen woord zegt, dat de organisatoren zich ook niet interesseren in jou. En ik denk dat op deze manier, althans hoe ik het voor nu aanpak, dat vele organisatoren denken van deze jongen wil ik hebben. En ik denk dat dat belangrijk is. Zeker. Dat ook de kijker thuis denkt van zo, dat is leuk, weet je wel. Precies, je bouwt een interessante persoonlijkheid en mensen zijn daar geïnteresseerd in. Je was laatst bij Remy en toen had je gezegd, binnen 2,5 jaar word ik kampioen. Ik kan winnen van Chico, van Andy. Maar stel je voor, je komt ze tegen. Bijvoorbeeld bij zo'n persconferentie. Wat zou gebeuren? Wat denk jij, realistisch gezien? Mij maakt niet uit wat er gebeurt, weet je. Iemand kan mij confronteren met, hey, het gaat echt niet lukken, dit, dat. Maar we zien die shit in de ring, weet je. Niemand is onverslaanbaar. En dat ga je ook bij de jongens zien. Snap je? Ik ben nog super jong. Ze zijn veel ouder dan ik. Maar toen hun 19 waren, stonden hun niet op dezelfde plek als waar ik sta. Snap je? Dus ik heb nog heel veel te doen. Maar geloof me, al die jongens ga ik uit de weg halen. En dat is heel belangrijk dat je dat geloof in jezelf hebt. Ja, zeker weten. En je was laatst bij Remy en je zei, ik begin... Want fysiek ben je altijd sterk geweest. Ja, mentaal. Mentaal was altijd, dat liep een beetje achter. Ja. Wat zou je zeggen? Hoe gaat het op dit moment mentaal? Op dit moment gaat het mentaal goed. Ik zeg vaak een nee tegen dingen. Dus het woordje nee wordt belangrijk. Ga je mee dit? Nee. Ga je dit eten? Nee. En ik denk dat dat heel belangrijk is als vechtsporter. Voor mij is heel vaak de verleiding om op dingen ja te zeggen. En dat heeft me ook gemaakt dat ik dan weer te zwaar was en dan weer ongetraind was. Dat ik een keer een training skip om wat te gaan doen, weet je wel. En nu ben ik bij Nick, zoals Nick al zegt, ik heb geen enkele training gemist en ik train 2 keer per dag. Dus het gaat helemaal de goede kant op. Dus mentaal, het kan altijd beter en ik probeer ook steeds beter te worden. Ik doe hardlopen, eerst altijd muziek aan. Nu doe ik gewoon lekker mijn oortjes thuis laten en ren ik gewoon op de pas. En luister ik naar mijn ademhaling, allemaal shit dat mentaal is. Niet te veel genieten. En juist genieten in de ring. Dat is heel belangrijk wat je zegt. Want veel mensen gaan bijvoorbeeld hardlopen met oortjes in. Ja. Maar dat is eigenlijk dopamine. En dat maakt de training makkelijker. Ja. Dus jij doet het gewoon alleen. Ik doe het alleen. En dat wil ik er ook in gaan houden. Want ik merk dat zodra ik dan klaar ben met hardlopen, dat ik een hele euforisch gevoel heb. Want het hardlopen zelf haat ik. Maar als ik klaar ben en ik zit dan eenmaal op de bank en ik denk van oké, ik heb toch weer 10 kilometer gerend. Dan ben ik blij. Maar zodra je ooit zin hebt gehad, dan was de muziek leuk en niet het hardlopen. En nu kijk ik rond, ik word fit, je let op je ademhaling. Het zijn allemaal dingen die ook spelen met conditie. Hè. Zodra je met muziek inloopt, hoor je niet wat je aan het doen bent. Snap je? Dus ik ben met al die dingen ben ik bezig en ik probeer dat allemaal in hoekjes te zetten. En dat straks mijn standaard wordt. En het begint aardig goed te lukken. Ja, en heel belangrijk dat je tot dat besef bent gekomen. Ja. Want er zijn heel veel sporters, atleten die ook op oudere leeftijd nog steeds oortjes gebruiken. Goed dat je tot dat besef bent gekomen. Ja. Je spart ook met Marat Grigorian. Ja, ja, ja. Zou je mij kunnen vertellen, wat leer jij als je met zulke grote namen spart? Wat ik vooral leer is de manier hoe hij drukt. Dat is perfect. Dat is gewoon, ik denk dat er bbijna geen enkele vechter is. Ik heb gisteren toevallig nog 3 partijen van hem gekeken. En er is bijna geen enkele vechter die op zo'n manier drukt. En ook gewoon het werken, het constant krachtig stoten. Al die dingen, dat neem ik mee van, dit wil ik. Ik wil beter dan dat worden. Dus dit en dit moet ik ervoor doen. Snap je? En dat leer ik bij Marat heel erg. En natuurlijk ook als je met die jongen spart. Er zijn bijna geen jongens die net zoals hem sparren. Snap je? Dus als je met hem 5 rondes kan draaien in de hitte in Thailand. Dan kan je dat met iedereen. Dan kan je met iedereen rondes draaien. Precies. Dus eigenlijk, dit is een groot voordeel dat je spart met de allerbeste vechters ter wereld. Want als jij met hem kan sparren, dan kan je met iedereen sparren.
En laatste vraag, want 1 jaar geleden was jij op het punt, jij was niet heel serieus bezig met het kickboksen. Ja. Als jij nu met die oudere versie van jezelf zou kunnen praten, wat zou je jezelf vertellen? Wat zou je die Figi van 1 jaar geleden vertellen? Ik zou die Figi vertellen wat ik eigenlijk altijd al dacht van, geloof in jezelf. Je hebt 2 armen, 2 benen en geloof mij, daar kan je mee knokken. Je hebt een gegeven van God, dus ga ermee aan het werk, want je komt aan de top. Snap je? En die mentaliteit begint nu steeds meer te komen. Ik begin het te beseffen en ik moet gewoon de lijn doorpakken. Een mooi voorbeeld is 2 jaar geleden, toen zei ik van over 1 jaar vecht ik C-klasse. Nou, toen ging ik C-klasse vechten. Toen zei ik, geloof mij, over 1 jaar, dat was 3 jaar geleden, zei ik, over 1 jaar sta ik op Enfusion. Ja, later stond ik op Enfusion. Niemand had gedacht dat ik daar kon vechten. Toen zei ik, geloof mij, het gaat niet eens langer dan 1 jaar duren en ik sta op Glory. Minder dan 1 jaar stond ik op Glory. En dat is allemaal manifesteren en geloven en dan kom je dus, snap je? Dus als ik blijf geloven, ik weet, die titel is al van mij. Ja, ik moet eigenlijk gewoon een foto gewoon gaan uitprinten en die gaan plakken boven mijn bed, dat ik elke dag naar die titel kijk en dan straks kan ik hem inwisselen met de echte titel. Dat moet ik eigenlijk gaan doen. Dat doe je supergoed, dat je blijft manifesteren, dat je in jezelf gelooft. Ik wens je ook heel veel succes morgen. Ja, man, en dank je voor je tijd natuurlijk. Yes. Oes. Oes. Don, belangrijke wedstrijd morgen tegen vriend van jou, Figi. Si. Jullie hebben net de stare-down gehad. Mm-hmm. Wat zag je in zijn ogen? Ja, een beetje zenuwen. Hij was zenuwachtig, maar is normaal. Hij is jong, groot podium, moet tegen een goede vechter staan. Ik weet ook dat hij een goede vechter is en dat ik ook tegen hem moet staan, maar ik ben gewoon heel zelfverzekerd in mezelf. Maar ja, het kan ook gewoon gezonde spanning zijn. Ik zag in ieder geval geen bad blood, dus alles is cool tussen ons. Maar morgen wordt het oorlog. Morgen wordt het oorlog. Je zegt hij was een beetje zenuwachtig. Mm. Hoe voel jij je de dag voor de wedstrijd? Super relaxed, als elke andere dag. Ook als ik de wedstrijd inga, super relaxed. Dus je voelt geen spanning? Ik ben koud, koelbloedig. Oké. Jij was laatst in Thailand. Hoe is dat allemaal gegaan? Hoe ging het in Thailand? Thailand was geweldig. Ik ben geweest in Koh Samui, bij Super Pro Samui van Robbie Timmers. Ik ben geweest in Phuket bij Tiger Muay Thai. Ik heb getraind met veel Thaise gasten, lekker kunnen sparren. Veel leuke trucjes mee kunnen nemen die ik in mijn eigen stijl kan implementeren. Dus al met al een geweldige ervaring. Oké. En jouw verhaal is heel bijzonder, want je hebt moeilijke tijden meegemaakt. Jij was gestopt met de sport. Jarenlang was je niet meer bezig. En opeens kwam je terug en nu zit jij bij Glory. Zou je mij kunnen vertellen, in die moeilijke tijden, toen jij niet meer kickbokste, toen je aangekomen was, hoe wist jij om terug te komen, om op te staan? Hele goede vraag, man. Ik heb in mijn leven, ik heb heel veel periodes gehad dat ik goed ging en toen keihard ben gecrashed. En elke keer als ik was gecrashed, zei ik tegen mezelf, blijf de hoop houden en blijf doorgaan, want op een dag komt het goed. En in mijn leven was er een periode dat ik echt in mijn dieptepunt zat. En toen, wat je zegt, ik was 100 kilo, ik was flink aangekomen. Ik ging niet meer naar school, ik trainde niet meer, ik was alleen maar aan het chillen. Ik was mezelf verloren. En toen mijn beste vriend, Hisham El Hanoui, hij staat hier achter de camera. Prachtkerel, door hem heb ik mezelf weer een beetje terug kunnen vinden. Hij heeft me een duwtje in de rug gegeven. Het was 2022. Ik keek naar mezelf in de spiegel, ik herkende mezelf niet meer, ik walgde van mezelf. En Hisham zei van Don, kom met me mee naar Marokko en we gaan daar gewoon lekker trainen. We gaan genieten en we gaan trainen. En in Marokko ben ik continu blijven trainen, 4-5 weken lang ben ik in Marokko geweest, elke dag getraind. 10 kilo afgevallen, weet je, mensen gaan op vakantie, ze komen meestal aan. Ik ben op vakantie 10 kilo afgevallen. Ik kwam terug en toen heb ik het gewoon voortgezet, man. En mijn professionele debuut gewonnen op knockout, toen House of Glory. Mijn debuut bij Glory gewonnen op knockout, nu tegen Figi. Het is echt, mijn carrière is in een heel rap tempo omhoog gegaan. Ja, en heel veel respect voor die vriend van jou die jou heeft geholpen. Zeker. Wat zou je zeggen tegen jongens die op dit moment ook moeilijke tijden meemaken, die ook in de struggle zitten? Wat voor advies zou je geven aan die jongens? Yes, ik kom echt van verre huizen. De mensen die mij kennen, ik ben van heel ver gekomen. Ik heb crisisopvangen gezeten, begeleid gewoond. Ik heb op de straat heb ik dingen gedaan. Dus voor al mijn jongens van de straat, al mijn jongens die kickboksen, die bijvoorbeeld op de straat nu zijn, ze hebben hun dingen daar. Ze hebben misschien hun kickboxcarrière opgegeven. Ik was ook daar. Ik was ook op de straat mijn dingen aan het doen. En ik had mijn kickboxcarrière was op een laag pitje. Uiteindelijk heb ik mezelf herpakt en ik heb het omhoog gebracht. Snap je? Als je iets ergens in gelooft en je wilt het maar al te graag, gaat het lukken. Ik ben het levende bewijs. En dit is voor allemaal mijn jong niggas, allemaal soldiers van de straat. Die, en gewoon ook jonge jongens die het moeilijk hebben in het leven. Ga door, man.
Ga door. Wat is de allerbelangrijkste les die je hebt geleerd in die moeilijke tijden? Ik heb een verse daarop gebaseerd. Ik ga die even voor je spitten. Ik zeg, ik heb veel shit meegemaakt, maar dat is hoe het leven gaat. Ik was gedreven, maar van die tegenslagen keek ik even raar. Nu is er niemand die me evenaar. En ik ga even naar mijn moeder safe eten klaar. Snap je? Even snel gewoon. Dus blijf doorgaan, man. Blijf dedicated. Blijf doorgaan. Ja, 100%. Ook je kan een goede rapper worden. Dank volgens mij. Na de kickbox carrière. 100%. Supergoed. Ik wens jou heel veel succes morgen. En wij spreken na de wedstrijd. 100%. Dank je wel. Dank je wel. Teddy, утре много важен матч с Джей Овермир. Тук що се претеглихте на Кантара. Имахте и стер даун с него. Какво видя в очите на Джей Овермир? Ами видях, ако трябва да бъда честен, може би малко страх. И аз бях супер самоуверен, мисля, че го и показах. И се надявам и утре на ринга да мога да покажа, че наистина мястото ми е там. Окей, а защо, как видя този страх? Как го прочете това? Защо мислиш, че беше уплашен той? Ами може би такова много напрегнато ме гледаше. Наистина, в самия му поглед видях много напрежение. Може би защото вече от серия от две загуби и сега предстои матч с мене. Пък аз съм серия от две победи. И може би това нещо му е малко напрежение на главата, докато на мене. Аз се чувствам супер свободен и се радвам да бъда тук. Просто искам да го изживея този момент и сега е моят шанс. А окей, ти казваш, наистина той загуби последните си два мача. Ти казваш, аз пък не изпитвам никакво напрежение. Откъде идва тази освободеност? Как си толкова спокоен? Ами направих два много хубави матча. Последният ми матч беше срещу една от легендите на горе. Това ми показа много на мене, че мога да направя много. Стига да го искам, не съм мога да го постигна. И просто сега съм на такъв етап от живота си, който супер много вярвам в себе си. И смятам, че не съм мога да го преодолея. Не само него, ами и всички в категорията. И това е много хубаво, че имаш такава силна вяра в себе си. Победа над Джей Овермир. Какво смяташ? След това каква би била следващата крачка? Ами предполагам, че с някой по-горе от ранглистата вече и евентуално после шанс за титла. Нали, искам да се направя крачките, не искам да пребързвам. Когато дойде моето време, когато кажа, че наистина заслужавам този шанс, ще го грабна с две ръце. Да. И утре, нали, първо трябва да спечелиш матча утре. Цяло, как премина подготовката? Как се чувстваш физически? Ами много добре, наистина. Супер се чувствам. Цялата ми подготовка премина във Варна и нямаше травми, всичко мина добре. Възстановяващия период от миналия матч мина много добре. Просто този път абсолютно всичко се получи страшно добре. Много добре се получиха нещата и се надявам и на матча да стане така. Излезна ти с българския флаг, представяш нашата родина България. По какъв начин ти влияе този факт, че си през... Защото, примерно, бойците от Холандия, които се бият за Холандия, няма е тая силна, този национализъм, така да го кажем. Но ти излизаш с флага, представяш България. Какво е чувството да представяш родината си в Холандия на най-голямата сцена? Ами нещо невероятно е за мене. Целият моя флаг да го нося на гърба ми, всички мои, нали, роднини, приятели, всички са българи, нали, които могат да ме гледат, да видят на какво съм способен и да мога да ги направя горди. Това е нещо уникално. Какво би казал на хората, които утре ще гледат мача в България? Какво е съобщението, посланието ти? Ами, посланието ми е, че се надявам да направя един от най-хубавите мачове до сега и се надявам всички да ме подкрепят. И също така търся нокаут в тези, нали, преди да свършат трети рунда и се надявам и да го постигна. Супер, много ти благодаря. Успех ти желая утре и ще говорим след мача. Благодаря, супер. Мерси. Белангайка, вестрайд морха. Ja. Ik ben benieuwd, hoe voelt het op dit moment? Wat zijn de emoties één dag voor de wedstrijd? Eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Natuurlijk, die wedstrijdspanning is er, dat is goed. Beweging net gehad, dan ga je aanstaan, dan zie je tegenstander eigenlijk voor het eerst. En dan begint het al een beetje. Dus nu staan we aan en nu hebben we er zin in, nu weer gaan. Je hebt hard getraind al die tijd en nu is het gewoon tijd om te laten zien wat je waard bent. Het is tijd om te laten zien wat je waard bent. Jouw tegenstander is vrij onbekend. Ja. Hoe bereid jij jezelf voor op iemand waarvan je bijna niks weet? Nou ja, hij is onbekend voor de meeste mensen, maar ik ken hem al een tijdje. Ik heb tegen hem gevochten in de B-klasse en hij is gewoon actief geweest, veel in het buitenland gevochten. Dus ik heb wel gewoon veel van hem gezien, dus ik weet wel wat ik kan verwachten. En daar heb ik me ook wel op kunnen voorbereiden. Kijk je ook terug naar die wedstrijd van, want jullie waren B-klasse? Ja, B-klasse, heel lang geleden. Nee. Ik ben een andere vechter, hij is een andere vechter, dus we beginnen gewoon weer opnieuw. Hij vecht nog wel enigszins zelf, dus dat is misschien het enige wat je eruit kan halen. Mm-hmm. En wat ga je doen in de komende 24 uur? Want je hebt net gewogen, de stare-down gehad. Hoe zien de aankomende 24 uur eruit? Relaxed.
Snap je, morgen is een grote dag. We hebben vandaag beweging gehad. Je hebt hard getraind de afgelopen tijd. Dus je wil gewoon relaxen, je wil herstellen. Ik ben met vrienden, met familie. Ik ga de kids zo nog even zien. Dus even gewoon je hoofd even wat anders zetten. En gewoon die rust opzoeken. En dan is het morgen, wanneer we daar op de venue zijn, dan is het tijd om weer aan te staan. En dan te laten zien. En dan is het tijd. Heb jij een specifieke routine die jij altijd volgt voor een wedstrijd, zodat je tot rust komt? Dat begint eigenlijk al ver voor de wedstrijd. Dus ik doe veel meditatie, oefeningen, ademhalingsoefeningen. Dat is eigenlijk al een maand voor de wedstrijd. En dat blijf ik nu ook doen vlak voor de wedstrijd. En voor de rest wat ik zeg, gewoon die rust opzoeken met familie en vrienden. Weet je, daar ben ik relaxed en ik ga geen gekke dingen meer doen. En de kids natuurlijk, daar vind ik veel rust. Dus dat soort dingen. En veel vechters zeggen, voordat ik ga vechten, ga ik niks, zie ik mijn vrouw en kinderen niet, ja. Dan hou ik afstand. Ja. Wat is jouw mening daarover? Ik ben ook inderdaad wel, ik heb ook wel de afstand genomen, maar op zo'n moment vlak voor de wedstrijd of vandaag, dan zoek ik ze even op en dan vind ik weer even de rust en dan daarna zie ik ze dan tot na de wedstrijd niet meer. Maar ik heb ze nu al even inderdaad een week niet gezien, dus dat ja, dus het is een combinatie van beide. Want het geeft natuurlijk aan de ene kant rust om ze niet te zien, maar ook rust om ze even wel te zien. Mm-hmm. Ja. En laatste vraag, want je bent vader van 2 kinderen. Ja. Wat voor invloed hebben jouw kinderen? Want veel vechters zeggen, op het moment dat ik vader werd, kreeg ik extra motivatie. Ja. Maar anderen zeggen, nee, het is niet gezond om kinderen te krijgen, ja, als je actieve vechter bent. Ja, ja, wat is jouw mening daarover? Het is eerlijk gezegd een combinatie van beide. Kijk, het maakt het allemaal wat moeilijker en wat zwaarder. Dus je moet veel plannen, alles moet om de kids heen gepland worden. Maar het geeft ook wel extra motivatie, want je hele leven draait op hun. Dus alles wat je doet, dat is nu voor hun en dat geeft gewoon veel energie. Dus dat voel ik ook zeker. Dus zodra je het plannen allemaal goed onder de knie hebt en de motivatie overblijft, dan is het alleen maar positief. Mm-hmm. Nou goed, ik wens je heel veel succes morgen. Dankjewel, en waarschijnlijk spreken we na de wedstrijd. Dankjewel, bro. Super, dankjewel. Bahram, wat zijn de eigenschappen die jij bezit die jou anders maken? Behalve jouw techniek. Wat in jouw karakter maakt jou anders dan de rest? Senin karakterinde olan bir iki şey seni diğer sporculardan nasıl değişik kılıyor? Sağda olmam. İçimden geldiği gibi hareket etmem, egoist olmamam, kendimi ağırdan havalı götürmemem. Çok tanındım. Hollanda'da bayağı fan kitlem oldum. Kendi Azerbaycan'ımızda yani sokağa çıkamaz oldum. O kadar tanındım. Ama elimden geldiği kadar sadece sade olalım. Dürüst olalım, yeterli olur. Ajak varık fenin, ajak eerlijkheid, originaliteit. En hij zegt natuurlijk zijn zoals je bent, zegt, dat vind ik het belangrijkste. Hij zegt niet sterallures krijgen, gewoon mezelf zijn. Dat heeft, zegt hij, mij altijd geholpen. En hij zegt, in Nederland, zegt hij, heb ik een grote fanbase. Hij zegt, in Azerbeidzjan kan ik soms moeilijk naar buiten. Maar hij zegt, als je gewoon natuurlijk blijft zoals jezelf, dan komt het, zegt hij, altijd goed. Oké, dat is heel belangrijk, dat je jezelf blijft, dat je eerlijk blijft, dat je respectvol blijft. Als jij terugkijkt naar jouw carrière, je hebt ook verloren in het verleden. Hoe kwam je toen terug van jouw verliespartij? En wat is het geheim om op te staan na een grote tegenslag? Diyor ki, çok güzel diyor, sade olman, kalman diyor. Şimdi diyor, eğer geçmişe doğru bakarsak diyor, tabii diyor, kaybettiğim dövüşler de oldu diyor. O dövüşlerden diyor, daha güçlü diyor, çıkabilmek için diyor, ne yaptın? Yani maçları dövüştüm, kaybettiğim maçları tekrar tekrar izledim her gün. Ve orada kendi eksiklerimi buldum. Ve o eksiklerim üstünde çalıştım. Onları tekrarlamayayım diye ileri doğru gittim. Hij zegt, ik heb die wedstrijden die ik heb verloren, zegt hij, continu, iedere dag, zegt hij, teruggekeken. Om, zegt hij, sterker voor de volgende wedstrijd. Hij zegt, ik heb mijn tekortkomingen gezien. Om, zegt hij, iedere keer, zegt hij, mezelf, mijn trainingen, et cetera, te verbeteren. En om, zegt hij, sterker terug te komen. Dus eigenlijk, je hebt die wedstrijden bekeken. Je hebt geleerd van die wedstrijden. Wat voor advies zou je geven aan de jonge vechters die ook de top willen bereiken, maar twijfelen zich of worden verteld dat ze het nooit kunnen maken, dat ze het nooit gaan maken, dat ze nooit succesvol gaan worden. Wat voor advies zou jij geven aan die mensen? Diyor Bahram diyor, sen diyor o zaman diyor böyle kendine güvenemeyen, biliyor musun, bu işi yapmak isteyen sporculara vereceğin diyor ve kendine güvenemeyen sporculara diyor nasıl bir tavsiye vermek istersin? Yani vallahi bir tavsiye veremiyorum ona yani. Kendine güvenmeyen
yani ölümü göze almış demektir. Hij zegt, ik vind het heel lastig, zegt hij, om dan een advies te geven als iemand zegt die geen zelfvertrouwen heeft. Hij zegt, dan wordt het al heel erg lastig. Dan heeft hij al, zegt hij, ja, niet veel eigenlijk. Gelmiş gibi ol. Yani içindeki o canavarı, o aslanı uyandır. Yatma, uyuma, kalk, uyan. Hij zegt, ze moeten dat leeuw wat in hun zit, zegt hij, wakker schudden. Dat is het advies, zegt hij, wat ik kan geven van, word wakker, ga ervoor. Dat is, zegt hij, wat ze moeten doen. Oké. En hoe kan je die leeuw wakker maken? Hoe kan je die leeuw wakker schudden? O aslanı diyor nasıl uyandırabilirsin diyor. Yani sevdiği işleri yapa yapa. Yani o sporsa onu yapa yapa. Onu yanında olanlar onu bu konuda destekleye bu uyanabilir. Biri onu uyandırması lazım. Ama o da akıllı olup izlemesi lazım. Bakmalı, izlemeli. Hij zegt, dan moeten de mensen om hem heen van die persoon, van die jongeren, hun ook, zegt hij, meer motiveren. En zegt hij, moet hem helpen om zich iedere keer het beste uit zichzelf te halen, plus zichzelf iedere keer wakker te laten schudden. Hij zegt, dan kunnen ze dat pas. Maar ja, anders zegt hij, wordt het lastig. Oké, dus de mensen om jou heen moeten jou helpen om op te kunnen komen, om op te kunnen staan. En Bahram, dit is een belangrijk toernooi. Stel je voor, je wint het toernooi. Zou je dan tegen Rico willen vechten? En hoe groot zijn jouw kansen tegen Rico, naar jouw mening? Eğer diyor Bahram diyor, bu turnuvayı diyor, kazanırsan diyor, biliyor musun? O zaman diyor, kazandıktan sonra diyor, Rico'ya karşı diyor, dövüşmek ister misin diyor ve Rico'ya karşı dövüşürsen diyor, senin diyor şansın diyor ne kadar? Yani bu turnuvayı kazanıp kazanmamamla alakalı değil. Rico'yla dövüşeceğim, kaçacak yeri yok. Hangi deliğe girerse oradan bulup çıkaracağım. O biri. Bu turnuvayı da kazanmış olmuşum şimdiden. Hij zegt, deze toernooi heb ik nu al gewonnen. Dat kan ik nu al zeggen. Maar hij zegt, het heeft niet te maken of ik deze toernooi win of verlies. Dat ik met Rico alsnog wil vechten. Hij zegt, want dat wil ik alsnog. Hij zegt, welke gat Rico ook ingaat, ik zal hem vinden en ik zal een keer met hem vechten. Dus dat wel. Oké. Bahram, super bedankt voor je tijd. Heel veel succes op het toernooi. En waarschijnlijk spreken we na het toernooi. Bahram diyor, zamanın için çok teşekkür ederim diyor. Çok başarılar diliyoruz sana turnuvada ve turnuvadan sonra diyor. İnşallah görüşürüz. Biz de teşekkür ederiz. Eziyet çektiğiniz buraya kadar bütün sporcularla tek tek röportaj yaptınız. Size de kolay gelsin. Yorulmuşsunuz herhalde. Kahve ısmarlayayım size. Hij zegt, ik wil jullie ook bedanken, want hij zegt, jullie komen ook van ver allemaal hierheen. Zit met iedere sporter een interview te doen, dus jullie zullen ook wel moe zijn. Als jullie willen, kan ik jullie wel een kopje koffie trakteren. Super, dankjewel. Ja, we kunnen dat doen, zeker. Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Tarik, je bent nu de kampioen geworden. Niet nu, maar 2 maanden geleden. Zou je mij kunnen vertellen, hoe is jouw leven veranderd nu dat je kampioen bent? Om eerlijk te zijn, nog steeds, ik hou me daar niet bezig, dus mijn leven is niks veranderd. Ik ga nog steeds, ben elke dag nog steeds de kinderen, wanneer het kan, naar school en, of naar de opvang. Ik ben nog steeds een papa, soms een huisvader, dus ik zie mezelf niet als anders. Ik ben mezelf en ik blijf altijd mezelf en ik respecteer iedereen en ik loop niet naast mijn schoenen. Oké, en dat is heel belangrijk, dat je bescheiden blijft, dat je jezelf blijft. Maar ik zag jij misschien Marokko op televisie, daar ben je echt heel bekend, ook in Nederland natuurlijk. Hoe onderscheid jij de echte mensen, de mensen die echt van jou houden en jou supporten, en de mensen die mee willen komen, die mee willen lopen, de meelopers? Ja. Hoe onderscheid je die twee? Hoe ik dat onderscheid? Ik heb geen vrienden. Ik heb gewoon een paar vrienden van mij, zoals Romane Bakpot en een goede vriend van mij, Mahir. Voor de rest, die ken ik echt al heel lang, heel mijn leven. En als ik wat doe, doe ik wat met hun. En daar heb ik een paar goede vrienden van mij in de gym met wie ik train en af en toe vaak wat eet of zo. Maar voor de rest, zero friends. Ik hou me daar niet mee bezig. Als ik buiten ben, ben ik liever met mijn kinderen lekker naar Efteling of iets leuks doen met mijn gezin. Want elke moment dat ik met mijn kinderen ben, probeer ik ervan te genieten. Want we zijn al zo druk, we zien ze al heel weinig. Door de training en alles, dus dat eigenlijk een beetje. Dus jij probeert een goede vader te zijn voor je kinderen. En je hebt weinig vrienden. Romano Bakpot is een van ze, zei je. Wat maakt een goede vriend? Wat naar jouw mening is een goede vriend? Ja, weet je, een
goede vriend, ja, toen we niks waren, was hij al een goede vriend. En het is een jongen die mij altijd steunt, heel vaak, hij staat altijd voor me klaar. We zijn ook laatst met mijn gezin en zijn gezin zijn we in Curaçao. Zijn we 2,5 week zijn we samen in één villa in Curaçao. Met elkaars lippen en het ging heel goed. Geen één keer ruzie met zijn vrouw niet, zijn gezin niet, niks. Het was gewoon ideaal, was gewoon leuk met zijn kinderen, met mijn kinderen. Het was gewoon ideaal, was echt leuk. Oké, dat is wel een leuke ervaring. Nu dat je de kampioen bent, wat zou je zeggen? Wat zijn de eigenschappen die je moet bezitten om kampioen te kunnen worden? Jezelf geloven, blijf jezelf geloven. Nooit opgeven en er zijn altijd wel mensen die negatieve dingen over je hebben. Maar één oor erin, één oor eruit. Zolang jij in gelooft, zul je alles bereiken. En ik ben levende bewijs daarvan. Ik heb heel veel tegenslagen gehad en nooit opgeven. En ik sta er nu. En als je terugkijkt in jouw carrière, bijvoorbeeld toen jij verloren had van Nico, toen je jouw hand brak. En ik kan me voorstellen dat veel mensen in de comments gingen negatieve dingen zeggen over jou. Hoe wist jij toen om die negativiteit te blokkeren en te negeren? Hoe doe je dat? Het is, heel veel, kijk niet iedereen, maar heel veel zijn gewoon superhelden in, achter de computer. En ik lees de reacties niet eens, het boeit me niet eens. Uiteindelijk, degene betaalt niet meer huren en betaalt niet meer eten. Uiteindelijk ben ik degene die het moet doen. En zelf degene die heel slecht tegen jou over jou praat. Als je een wedstrijd voor twee weer hebt gewonnen, dan is hij weer een grote fan van jou. Dus. Mensen, wij zijn, ja, we zijn een beetje een rare volk. We hebben voor iedereen wat te zeggen, over iedereen wat te zeggen. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel positief zijn en heel veel positieve dingen naar je schrijven. En ja, toch jou een beetje motiveren. Mm-hmm. Oké, en ja, wat je zegt is, de ene dag spreken ze goed over jou, de andere dag niet goed. Aan het eind van de dag, je gaat door, je blijft winnen, nu ben je de kampioen. Laatste vraag voor jou, achtmaans toernooi. Je hebt hele goede vechters die daar meedoen. Wat zou je zeggen, wie heb je het liefst in de finale? Om eerlijk te zijn, ik heb het liefst Bram in de finale. En ik denk ook dat ik hem ook tegenkom. Dus ik vind hem een hele goede, hij krijgt heel veel hype. Ik vind hem een goede vechter. Alleen ja, hoe ik het vorige interviews heb gezegd, het is een toernooi. En toernooi kan iedereen de eerste wedstrijd verliezen of een blessure oplopen en dan de tweede wedstrijd niet 100% vechten. Ja, het is de slechtste vechter kan de toernooi bij wijze van spreken winnen. Mm-hmm. En helaas is in deze toernooi geen niemand slecht in mijn ogen. Het zijn er maar één voor één hele goede vechters. Ik ben er zelf fan van om tegen al deze goede jongens te vechten, dus ik heb er zin in. Super. Heel bedankt voor je tijd. Heel veel succes bij het toernooi. En waarschijnlijk spreken we na het toernooi. Dankjewel, man. Dankjewel. Donnegy, het is mij opgevallen dat jij boksen heel leuk vindt. Je bent heel vaak aan het boksen. Je hebt ook getraind met John Fury in Engeland. Waar komt die liefde vandaan voor de sport van boksen? Als het vroeger eigenlijk bokswedstrijden kijken, Mike Tyson. En het is gewoon door blijven groeien. En ik vind het leuke aan boksen nu, dat het veel meer flashy is, veel meer stijlen. Je ziet veel meer verschillende stijlen. En niet alles gaat persen om hoe hard je iemand kan raken. Maar het gaat erom hoe laat je iemand missen. Je moet gaan kijken, je moet gaan nadenken. Dus het is een heel ander spelletje dan kickboksen eigenlijk. En daar vind ik boksen heel leuk. Oké, dus eigenlijk het feit dat boksen heel technisch is. Dat je ontwijkt, dat je slipt, dat je countert. Dat maakt het heel interessant voor jou. Ja. Sta je ook open om in de toekomst de bokspartij te gaan draaien? Ja, zeker. Zeker. Ik ga nu al bijna 2 jaar op en in naar Londen om te trainen. Met Johnny Edwards, een trainer van het Britse team. Of ja, voormalig trainer van het Britse team. En ik ga elke keer heen en weer. En ik merk gewoon steeds dat het boksgedeelte me helpt bij het kickboksen. En op een gegeven moment wil ik wel echt volledig overstappen. Lijkt me wel leuk om een nieuwe sport te ontdekken. Oké, maar heel vaak zien we dat kickboksers overstappen naar MMA. Maar jij zou naar boksen willen overstappen, als ik je goed begrijp. Klopt. Oké, en je hebt met John Fury ook getraind. Onder andere. En hij sprak heel goed over jou. Hij zei dat jij een toptalent bent. Wat zou je mij kunnen vertellen over John Fury? Wat voor persoon is dat? Heel eerlijk gewoon echt een man. Gewoon echt een man. Heel eerlijk en heel aardig. En als je daar komt, geeft hij ook echt zijn tijd aan jou. Dan legt hij ook gewoon echt dingen uit waarom je bepaalde dingen wel of niet moet doen. Dat waardeer ik heel erg. Wat zou je zeggen als je vergelijkt het niveau van kickboksen op het boksgebied en boksen?
Hoe groot is het verschil tussen een goede bokser en een goede kickbokser als we het alleen over stoten hebben? Dit is een wereld van verschil. Dit is echt een wereld van verschil. Bij kickboksen zie je wel dat het, omdat het wedstrijd vaak korter is, dat men iets meer kracht gebruikt, omdat het zo kort is. Maar bij boksen is het veel meer van, oké, nadenken. Wanneer ga ik een harde stoot geven? Terwijl bij kickboksen is het meestal, alles is hard. Maak je meestal toch wel iets raakt. Maar boksers die staan niet stil, die hebben heel erg veel head movement, heel erg goed voetenwerk. Dus je kan niet gelijk een harde stoot geven, omdat de kans heel groot is dat je de eerste twee stoten gaat missen. Terwijl bij boksen is het echt nadenken wanneer je die harde stoot gaat geven. Terwijl bij kickbox, je geeft iets en je raakt sowieso iemand. Want mensen toch niet bewegen, of bijna niet bewegen. Ja, precies. In boksen moet je heel veel bewegen, in kickboksen moet je eigenlijk meer knokken. Wat zou je zeggen, je hebt laatst gevochten met Gebabbes en het was heel competitief. Je hebt verloren, die wedstrijd heb je verloren. Wat zijn de allerbelangrijkste lessen die je hebt meegenomen van die wedstrijd? Ja, vertrouw geen scheidsrechter. Vertrouw geen scheidsrechter en laat dingen niet aankomen op de jury. Omdat ze gewoon hele slechte beslissingen maken. En ook al sloeg ik hem neer, wat gewoon duidelijk was, er was geen achterhoofd of iets. Dat is gewoon een duidelijke achttellen, is het niet geteld. En daarna is het toch wel lastig om het nog een keer te doen. Want in een wedstrijd, van zo'n lange wedstrijd op hoog niveau, krijg je zo'n kans meestal maar 1 of 2 keer. Dan moet je er volledig gebruik van maken. Dus je moet er gewoon voor zorgen dat het niet op de jury aan hoeft te komen. En ze moeten gewoon de juiste scheidsrechter neerzetten. Dus eigenlijk, volgende keer ga jij proberen om de wedstrijd af te maken. Je laat het niet aan de jury. De vorige keer heb ik het al wel gedaan natuurlijk. Ik sloeg hem gewoon duidelijk neer. Minimaal 8 tellen. Is niet gekomen, helaas. En je moet er gewoon voor zorgen dat je het nog een keer doet. Nog een keer zo'n kant krijgt om hem neer te slaan. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dan moet het maar zo, want hoe dan ook wouden ze mij laten verliezen. Oké, kan. Maar dan ga ik gewoon meer alles geven en dan zien we wel waar het eindigt. En waarom vind jij dat ze wilden dat jij verloor? Wat is de reden dat je dat denkt? Ja, het zijn genoeg redenen. Misschien wilden ze hem als kampioen zien. Iets in die richting misschien. Ik ga niet te veel in de lucht kijken of dingen zeggen. Maar dat is wel duidelijk. Na het verloop van de wedstrijd. Dat ze mij niet wouden laten winnen. Want eerst sla ik hem neer. En daar pak ik zeker 3 van de 5. Of misschien wel zelfs 4 van de 5 rondes. En scoor ik meer punten. Waar ik vroeger juist op ben afgerekend. Omdat ze vonden dat ik te weinig deed. En niet kickboxte. Kwam ik nu volledig met stoten, trappen en knieën. En dan geeft het veel in volume. En dan krijg je het alsnog niet. Dus dat is een beetje apart. Maar we zullen het zien. En als we vooruitkijken. Je hebt een 8-maans toernooi. Hoe ga je jouw voorbereiding aanpassen, aangezien dat je waarschijnlijk 3 keer op een avond moet vechten? Ja, er gaat niet heel veel veranderen eigenlijk. Want je moet eerst de eerste wedstrijd winnen. En dan pas kan je verder denken aan de volgende partij. En veel mensen zitten met de hoofd al in de finale, terwijl ze nog niet eens hebben gevochten. Dus ik ben niet dat persoon, snap je? Ik ga het gewoon stap voor stap nemen. Ik moet de Kletesco zien te verslaan en daarna gaan we pas verder kijken naar wie, wat, hoe. Super, dankjewel voor je tijd. Heel veel succes en we spreken na het toernooi waarschijnlijk. Ja, je komt goed. Super, dankjewel. Ja, top, dankjewel. En als we nu kijken naar het evenement van morgen. Ja. Wat kunnen de fans verwachten van Glory 92? Ja, ik denk niks anders dan een spektakel. Het zijn alleen maar topvechters staan op het programma. Spectaculaire vechters. Ook veel partijen waar veel mensen lang naar hebben uitgekeken. En ja, het wordt gewoon net als elk Glory evenement gewoon een heel spectaculair evenement. Dus ik kijk er enorm naar uit. Jazeker. En waarom hebben jullie besloten om de loting op een andere manier te doen deze keer? We vonden nog steeds de loting die we destijds hadden gedaan met de heavyweight toernooi. Het past in de strategie die we toen hadden. Echter, we kregen wel veel feedback van klanten, van onze fans. En die zijn natuurlijk voor ons ook belangrijk. Dus daarom zijn we naar andere manieren gaan kijken. Kijk, het is toch belangrijk voor ons ook dat we die loting moet ook spanning creëren. En we wilden natuurlijk ook luisteren naar de fans. Dus ik denk dat we een hele mooie manier hebben gevonden waar gelukkig goed op werd gereageerd. En als resultaat hebben we een heel mooi toernooi staan. En zou je open voor staan, bijvoorbeeld de winnaar van het toernooi, mocht dat Tariq Gebabbes zijn of Bahram, dat een van die twee tegen Rico vecht voor de zwaargewichttitel. Is dat een mogelijkheid? Dat zou uiteraard een optie kunnen zijn, maar omdat beslissen wil eerst het toernooi aflopen en dan kijken hoe het gaat. Kijk, er staan heel veel. We hebben best wel veel potentiële tegenstanders nu voor Rico, die allemaal een
op korte termijn een opwachting gaan maken. Dus we gaan gewoon evenement per evenement bekijken. En dan over een paar maanden beslissen we wat de beste mogelijkheid is. Maar het is leuk om opties te hebben. Oké. Okay. Ja. En wat denk jij, waarom is Bachem zo populair tussen de fans? Wat is de reden dat zoveel mensen hem zo leuk vinden als vechter? Ik denk zijn vechtstijl. Hij gaat echt in die partij met bad intentions. Weet je, dus hij gaat voor de kill. Het is een persoonlijkheid. Het spreekt mensen aan. Hij gaat voor niemand uit de weg. En ik denk dat dat een van de redenen is dat hij een fan favorite is. Maar ik denk dat veel meer vechters die op dit toernooi staan en ook die karaktereigenschappen hebben. Weet je? Dus ik denk dat daarom denk ik dat het toernooi zo spectaculair wordt. Maar, ja. Robbie, super bedankt voor de tijd. Ja. Ik wens je heel veel succes morgen. En waarschijnlijk spreken we na het evenement. Zeker, jou bedankt. Super, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Stefan, you are known for the power in your right hand. You have a very powerful knockout right hand. Where does that power come from? Is it something which comes to you naturally, or is it something that you developed throughout the years? Stefan, hai o lovitura forte puternica de dreapta. De unde vine această putere? Vine natural sau vine ai dezvoltat-o cumva? M-am născut cu această putere. O am de la tatăl meu. Tata e la fel de puternic. Am moștenit asta de acolo și o voi arăta pe 8 iunie. I was born with this kind of power. I take it from my father. My father also is a very strong guy and I will prove it on 8th June. Mm-hmm. Okay, so it's from your father. He was very strong. What is it about Romanian people that you are so good in fighting and especially in kickboxing? O zis, care este treaba cu românii? De cum de ești așa de bun în luptă și treaba cu kickboxing-ul? Muncesc foarte mult, mă antrenez zilnic, dau tot ce e mai bun, continui indiferent de orice. Și lupt pentru visul meu, pentru că de mic copil mi-am dorit să ajung unul dintre cei mai buni din lume și campion mondial și să dețin centura gloriei. Can we edit this please one more time? To tell me one more time. To tell you one because I was thinking the question was you mean? Yeah, yeah. No, what he's told about because I didn't. Okay, so he can tell you of course. Okay. Mă antrenez zi de zi, muncesc pentru visul meu de mic copil. Asta mi-am dorit, să fiu la masa greilor, a celor mai buni din lume, să devin cel mai bun din lume. Am 22 de ani și încă 15 ani voi fi aici să fiu cea mai mare problemă din lume. I work every day very hard for my dream and I want to become a champion from now until 15 years. And I have 22 years and I want to be the greatest. Okay, and you chose Donaghy Abena and you made the joke that it's because of the suit, but why did you actually choose Abena? A spus că ai luat decizia să le iei pe Abena din cauza costumului, dar de ce ai făcut treaba asta? Când am intrat aici, am zis că la 22 de ani să fiu cel mai frumos. M-am îmbrăcat la costum, când am intrat l-am văzut pe Abena în costum, deja atentează la frumusețe. Și atunci trebuie să vedem care e mai frumos dintre noi doi. When I was getting in here, I was thinking I will be the only one in the suit at 22 years old. And he was attempting a beauty contest. And now we want to see who is the best from us. Okay, so it was a beauty contest and you chose Abena.